Yo, wat's up mensen, nieuw hier en welkom terug op de Mechanical Titan Pack, episode 3 vandaag. En allereerst, jongens, holy shit, we hebben namelijk op de vorige episode 244 likes weten te halen. Op dit moment binnen minder dan 24 uur, Het is echt gewoon insane. Super bedankt ervoor. En daarom gaan we sowieso in de episode van vandaag gaan we gewoon dus 3 lucky blocks openen. Ik denk van nu dat ik het naar het einde van de episode op ga schuiven, want wat ik allereerst eventjes wil gaan doen is het volgende. Ik wil namelijk in de episode van vandaag wil ik een kleinere dingetjes doen maar eigenlijk het grootste project van vandaag is toch wel de verhuizing. Ik wil namelijk gewoon uit mijn cave gaan moven en, en dan wil ik hier ergens een huisje neerzetten. Er waren ook weer een aantal ideeën geplaatst in de comments van uh, ja een huis onder water en zo en dat lijkt me inderdaad wel een leuk idee maar dan niet het hele huis dus dan ga ik bijvoorbeeld een kamertje ga ik onder water maken zo wil ik het denk ik een beetje aan gaan pakken maar gewoon het grootste gedeelte van het huis wil ik hier zo gaan maken maar ja, we zijn natuurlijk een klein beetje lui dus ik heb geen zin om het al matig te gaan doen dus wij gaan het doen door middel van automatisering. Daarvoor heb ik allereerst een erntjecel nodig. Dus laten we allereerst een erntjecel in elkaar gaan zetten. Heb ik volgens mij wat redstone nodig. Ik heb dan vervolgens wat koper nodig. Wat iron nodig. En dat is het denk ik wel. Misschien nog een klein beetje tin. Weet ik niet helemaal zeker. Gaan we het gewoon voor het zeker erbij pakken. En dan gaan we vervolgens hier nog wat glas van aanpakken. En dan gaan we het gewoon opzoeken. Erntjecel van Thermal Expansion. En het kan zijn dat ik een klein beetje vaag. Klinkt omdat ik een beetje, ja, ik weet niet, ik ben niet echt verkouden, maar mijn neus zit een beetje dicht. Geen flauw idee hoe het komt. Nou, tenminste, ik denk dat het komt omdat ik gewoon op mijn kamer heb, ik namelijk geen verwarming. Ik heb een elektrisch kacheltje en het elektrische kacheltje zet ik s'nachts uit, want dat maakt te veel herrie en het is dan te warm en zo. Dus dat zet ik s'nachts uit. En wat er dan is gebeurd is dat het heel erg koud wordt op mijn kamer, waardoor ik heel vaak s ochtends wakker word met echt een loopneus. En dat is echt gewoon heel erg irritant, maar helaas is niet op te lossen. Oké okay jongens, wat blijkt nou weer? Normaal gesproken maak je namelijk een blok of redstone. Maak je natuurlijk gewoon weg door middel van 9 redstone. Maar niet in deze modpack. Nee, in deze modpack moet het weer een klein beetje moeilijker. We hebben namelijk red ingots nodig. Maar die zijn ook heel erg simpel te maken. Je moet namelijk gewoon het redstone hierin gaan smelten. Ik heb er 9 nodig. Totaal niet heel erg veel of zo. Maar ik begrijp niet helemaal waarom dit is toegevoegd. Want het heeft totaal geen meerwaarde. Het kost alleen meer tijd om het nu te gaan maken. Maar ja, maakt helemaal niet uit. We gaan het nu gewoon lekker in elkaar zetten. Dan pakken we hier gewoon het redstone ingots vandaan. Deze redstone ingots gaan we natuurlijk gewoon. Combineren tot aan het volgende. Dit gaat er dus uit. Hoppakee. En dan gaan we dus helemaal opvullen met wat red ingots. En dat geeft ons wel een redstone blok. Oké. Okay. Dat is mooi meegenomen. Gaan we dit in elkaar zetten. Even kijken. Lukt dat? Ik heb wat heb ik nodig? Let heb ik nodig. Even een momentje. Let, let, let. Zit hier zo. En dan kunnen we het gewoon in elkaar gaan zetten. Oké. Okay. Is eerste onderdeel binnen. Dan gaan we nu over naar het tweede onderdeel. Het tweede onderdeel is namelijk wat copper ingots, ook niet heel erg moeilijk. En het derde onderdeel bestaat uit Redstone Conductance Coil. En dat is een combinatie van wat redstone in combinatie met een Electrum inkert. En de electrum is natuurlijk gewoon een combinatie van wat zilver en van wat goud. Gaat ook geen enkel probleem opleveren. Even kijken, ik heb hier al wat zilver chunks gepulverized. Dan gaan we hier nog wat gold ingots van aanpakken. Gaan we opnieuw Pulverizen. Let's go! En waarschijnlijk kunnen we dat dan gewoon in elkaar gaan zetten. Tenzij er weer een nieuwe trucje is verzonnen om mij weer te irriteren. Maar dat gaan we allemaal zo meteen wel zien. Eens even kijken. Dan kunnen we het in elkaar gaan zetten. En dan gaan we zo meteen over naar de volgende stap. Maar allereerst gaan we kijken of het gaat werken. Let's go. Het werkt niet. Gelukkig heb ik er wel een simpele oplossing voor. We moeten dan gewoon ook eventjes een zilver ingot gaan pulverizen. En waarschijnlijk kunnen we het dan wel gewoon met elkaar gaan combineren. Dan moeten we gewoon per se zeg maar twee van deze textures hebben. Gewoon twee van diezelfde textures zelf laten zien. Kijk maar nu heb ik silver dust en gold dust. En waarschijnlijk kunnen we dit wel met elkaar gaan combineren. Gaan we zien. Ja, dat kan wel gewoon. Oké, okay, mooi. Gaan we het eventjes hier snel in smelten. Want ik heb gezien om te wachten. Kom op, let's go. En dan gaat het gewoon lekker zijn werk doen. En dan kunnen we als goed is dus nu deze allereerste erntjecel in elkaar gaan zetten. Maar die erntjecel moeten we natuurlijk wel allereerst op gaan vullen. En dat opvullen gaat gewoon weer gebeuren door middel van een hele simpele Dynamo. Daar gaan we ook gewoon gelijk aan werken. Eens even kijken, gaan we eerst dit even in elkaar zetten. Allereerst de Conductor Scoil. oké, die is er binnen. En dan gaan we het nu gewoon afronden. Kabam! En de Lesson Anti-Cell is binnen. En die heeft een maximale opslag van 400.000 RF. Gaat helemaal goed komen, jongens. Oké, okay. laten we allereerst gaan werken aan een Dynamo. En die Dynamo wil ik gewoon direct aan de x Cumulator gaan koppelen. Maar die X-Accumulator moeten we dan wel allereerst eventjes om gaan draaien. Aangezien we niet via de voorkant kunnen gaan outputen. No probleem, We maken gewoon even heel snel een Crescent Hammer. Bestaat die trouwens nog? Ik hoop het wel. Crescent Hammer. Yep, die bestaat nog. Volgens mij is dat inderdaad wat tin en wat iron. Oké, okay, heb ik dat bij me? Ja, dat heb ik bij me. Mooi zo. crescent Hammer, let's go. Die is ook gewoon binnen. En dan gaan we allereerst gaan we deze excumulator eventjes een beetje ronddraaien. Kan dat? Uh, dat kan niet. Nou, dan halen we hem gewoon even zo weg. Geen probleem zo en dan gaan we even andersom neerzetten op deze manier als het goed is kunnen we gewoon weer de bovenkant op output gaan zetten kijk maar daar staat die gewoon nog en de rechterkant zetten we op output en kijk maar nu kunnen we vanuit hier ook gewoon gaan outputten we gaan namelijk nu werken aan een nieuwe dynamo van thermal expansion hier zo staat die kijk er zijn een aantal nieuwe je hebt namelijk ook een innervation dynamo je hebt nog een paar even kijken wat heb je nog meer nou ik weet niet helemaal precies je hebt ook nog allemaal andere dynamo's zoals blood dynamo hippie dynamo noem het allemaal maar gewoon op maar wij gaan gewoon eventjes voor nu heel erg simpel beginnen met het maken van een Steam Dynamo. Dat is namelijk een combinatie van heel erg veel kopper en ook een Redstone Transmission Coil. Gaat helemaal geen enkel probleem opleveren, denk ik zo. gaan we dit weer uitpakken en gaan we het even snelte en vaart in elkaar zetten. En there we go. De Steam Dilemma van the Thermal Expansion is vanaf nu gewoon binnen. En die gaan we direct aan deze X-Accumulator koppelen. En waarschijnlijk gaat hij meteen vol open met water. Yep, there we go. En dan moeten we de andere rij op gaan vullen met wat kool. Eigenlijk precies hetzelfde als dat we hier deden bij de low-pressure pump. Maar helaas heb ik geen kool meer. Er is er niet heel erg veel meer. Waarschijnlijk heb ik hier nog wel wat liggen. Hier nog wat. Ook niet meer. Jongens, het gaat er niet de goede kant op. Nou, dan moeten we het maar eventjes zo aanpakken. Gooien we er één stukje kool in. Dan kan ik in ieder geval eventjes het principe laten zien. Deze kolom gaat namelijk opvullen met 40.000 RF. En natuurlijk kunnen we dit RF direct gaan outputten in de lesser cell die we zojuist gemaakt hebben. We zetten er namelijk gewoon bovenop. En waarschijnlijk gaat het gelijk opvullen. Nope, waarschijnlijk staat de onderkant dan niet op input. Even kijken, deze moet waarschijnlijk op input. There we go. En nu gaat er wel gewoon RF in lopen. Ik ga deze erntiecel gewoon compleet helemaal opvullen. Dan moet ik dus allereerst zo meteen wat kool gaan minen. Maar dan zal ik ook gewoon gelijk alvast gaan vertellen wat ik daarna van plan ga gaan maken. We gaan namelijk een stapje maken van de ene technische mod naar de andere technische mod. We gaan namelijk van Thermal Expansion gaan we over naar een van de aller mod. De mods van Minecraft, namelijk BuildCraft. En BuildCraft is opgedeeld in een aantal kleinere mods. Tenminste, het zijn al wel steeds dezelfde mod, maar allemaal kleinere ja, sub zeg maar. Zo noem ik het maar eventjes. Je hebt namelijk BuildCraft Builders, je hebt BuildCraft Energy, je hebt BuildCraft Factory, je hebt BuildCraft Silicon, Transport, noem het allemaal op. Maar wij gaan voor nu eventjes kijken naar BuildCraft Builders. We willen namelijk zo meteen gaan verhuizen en een mooi huisje op gaan zetten. Maar natuurlijk zijn we daar veel te lui voor. Wij laten het gewoon lekker voor ons doen. Hiervoor hebben we nodig een filler. En die filler maken was volgt, namelijk wat gold gears, een chest, een landmark, crafting table, twee yellow dye, een bone en een inkzak. Of tenminste over twee inkzaks, dat kan ook allemaal. Oké, okay, ik ga eventjes alle items hiervoor verzamelen, totaal niet moeilijk en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. En there we go. Inmiddels is de Ledger Anti-Cell gewoon compleet opgevuld met 400.000 RF. Die 400.000 RF gaan we gewoon echt allemaal nodig hebben. En daarom gaan we deze Ledger Anti-Cell gewoon lekker meenemen vanaf nu. We pakken onze quest timer erbij die we zojuist gemaakt hebben. Shift recht de muisknop. En vanaf nu kunnen we hem gewoon lekker mee gaan transporteren naar alle plekken die we maar willen. Maar goed, laten we allereerst gaan kijken naar de filler. Ik zei net al, die hebben we nodig. Ik heb volgens mij alle items al verzameld. Tenminste, ze goed als. Ik heb namelijk vier. Kijk, van die achievements weten te behalen. Gewoonweg alleen maar door het maken van Gears. Je krijgt echt werkelijk waar gewoon vier achievements binnen. Nou, pak een beetje 30 seconden. Gaat helemaal nergens over, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon eventjes allereerst een redstone torch in elkaar zetten. En die gaan we combineren met een Lapis. jullie geeft ons een landmark. Gaan we nog vaak gebruiken in de episode van vandaag. En dan denk ik dat we er gewoon helemaal klaar voor zijn. Dan gaan we allereerst even heel snel nog een tool maken. Namelijk de pestle en mortar. En gaan we nog even deze mystical blood pedals. Gaan we fijn stampen. Zo. En dan heb ik nu alle spullen verzameld. En dan gaan we de filler nu gewoon in elkaar zetten. Dus let's go. En hij is nu gewoon binnen. De filler van BuildCraft Builders. Deze heeft allereerst energie nodig. En dat is eigenlijk ook gewoon een simpele reden waarom we deze Lesson Engine zou hebben gemaakt. Laten we nu allereerst voor we naar buiten toe gaan. Laten we allereerst nog wat van die led marks gaan maken. De combinatie natuurlijk gewoon van lapis, van redstone en van. sticks. gaan we allereerst wat redstone torches maken kabam, en die gaan we weer combineren met lapis en dan heb ik denk ik wel alle items binnen oké, okay, even kijken, het is het bijna donker of iets hmm, ja, het wordt wel bijna donker maar we kunnen in elk geval nog wel eventjes snel, kunnen we alvast een beetje gaan uitzetten wat ons plan van vandaag is ik wil namelijk mijn huis niet al te ver van het water af, omdat ik nog een aantal kamers onder water wil gaan maken dan dus ik zit eraan te denken om zeg maar hier gewoon de zijkant van mijn huis te gaan maken, dus het is dan ongeveer, nou laten we zeggen, hier lijkt me wel een mooie plek, dan gaan we voor we nog eventjes verder gaan, ga ik er nou eens nog eventjes heel snel een redstone torch bijpakken. pakken Die redstone torch gaat ons namelijk vertellen Waar we zeg maar de maximale afmeting kunnen gaan maken Dus dan maken we snel een redstone torch bij En die zetten we gewoon direct aan de landmark En dan gaat die gewoon aangeven waar we de torches kunnen plaatsen Of waar we de landmarks kunnen gaan plaatsen En ik denk gewoon dat ik de allereerste kamer van mijn huis Wil ik ongeveer, nou laten we zeggen 10x10 gaan maken, dus 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dan gaan we hier eentje plaatsen? En dan gaan we natuurlijk ook gewoon die kant 10 op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Die is ook geplaatst. En dan gaan we nu alleen nog eventjes de hoogte bepalen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eventjes heel snel door de nacht gaan slapen. En dan gaan we nu snel de hoogte bepalen. Ik ga denk ik het huis nou laten we zeggen 5 of 6 hoog maken. Dus 2, 3, 4, 5. Nou we gaan gewoon 6 doen, wat maakt het uit. En dan gaan we hier de laatste landmark plaatsen. Dus gewoon op deze manier gaan we gewoon weer naar beneden toe springen. Halen we de rest van de torch weg en doen we vanaf nu gewoon rechter muisknop op de landmark. En moet je kijken, zo gaat ons huis er dus uitzien. Een 10 bij 10 bij 6 constructie. Denk er wel aan, zodra we op deze manier gaan bouwen... Komt het allereerste blokje wel zeg maar, op de hoogte van deze lijn. Dus het is dan wel zo dat je huis zeg maar, een stapje omhoog is als het ware kom ik zo meteen nog even op terug wat ik precies bedoel maar laten we allereerst gewoon dit eventjes weg gaan halen gewoon eventjes de blokjes die we niet meer nodig hebben dus deze kan weg deze kan weg deze kan weg en zo en dan gaan we hier nu gewoon de filler aankoppelen deze filler kan je gewoon direct aan een van de labmarks zetten maakt echt totaal niet uit welke kan die zijn kan die zijn maar kan ook die zijn dan gaan we dan hoppakee nu gaan de labmarks op de grond gedropt worden dus vergeet die niet op te pakken op zich zijn ze niet heel duur maar ja gewoon zonde om elke keer te verliezen zo, zijn die weer opgepakt. En dan gaan we nu kiezen welke stand we gaan gebruiken. De filler kan je namelijk gewoon gebruiken op verschillende soorten standen. Oftewel, film, dan gaat hij gewoon het hele gebied opvullen. Je hebt flatten, gaat hij het hele gebied plat maken. Je hebt frame, die gaan wij waarschijnlijk vandaag gebruiken. Dat is namelijk dat hij alleen zeg maar, de lijnen die er staan, dat hij alleen die gaat opvullen. Dus dat je een soort van omhulsel krijgt. En eigenlijk is er nu nog één hele simpele vraag die rest. Het is namelijk zo, waar wil ik mijn huis nou eigenlijk van gaan maken? Maar ik heb al een beetje bedacht dat ik mijn huis niet heel erg moeilijk wil gaan maken. Niet van heel erg moeilijk materiaal. Dus ik heb al heel erg snel verzonnen dat ik mijn huis ga maken van cobblestone. En je zal je vast denken, ja, cobblestone is toch echt gewoon graf lelijk, Quinn? Ja, klopt. Cobblestone ziet er echt voor geen ene meter uit. Dus daarom gaan we allereerst het cobblestone nog een klein beetje bewerken. Door middel van de sisselmot natuurlijk. De meeste mensen zullen hem wel kennen. Want shizzle jongens is echt gewoon een van mijn favoriete mods geworden. Het is gewoon heel erg simpel bij het maken van huizen. Je kan gewoon heel lelijk materiaal omtoveren. tot toch wat mooier materiaal. Waar wil ik mijn huis van gaan maken? Ik zit er gewoon aan te denken om dit te doen. Ik kan hem altijd nog aanpassen mocht het niet mooi uit gaan pakken. Maar ik ga denk ik voor nu gewoon voor dit materiaal. Oké, okay. gaan we hier een aantal van in elkaar zetten. Ik denk voor nu gewoon eventjes vier stekjes. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we gaan komen. We gaan namelijk dit materiaal gaan we in de filler stoppen. En die filler gaat vanuit daar. Kan hier gewoon voor gaan zorgen dat het hele huis hiervan gemaakt gaat worden. Dus dan gaan we dan. Gaan we de filler weer openen met de rechtermuisknop. En gaan we gewoon deze vakjes gaan we opvullen. Kijk, ik staat ook boven. Filling Resources. Die gaan we gewoon opvullen met het materiaal dat we willen gaan gebruiken. Zo. En het enige wat nu nog mogelijk is. Tenminste, wat we moeten gaan doen. Is het inputen van energie. Maar natuurlijk hebben we ook daarna gedacht. Dus dan gaan we dan, We gaan er gewoon een Resonant Cell opzetten. En dan gaan we de onderkant van nu op output zetten. Dus output. Kabam! En moet je kijken hoe epic dit eruit ziet, jongens? Dit ziet er gewoon echt zwaar epic uit, naar mijn mening. En nu gaat hij gewoon echt werkelijk wel alles opvullen. Op welke stand heb ik hem trouwens staan? Even kijken, een box, ik wel geen box Ik wil, ik wil frame Holy shit, dat ging bijna fout nog jongens Het verschil tussen box en frame is namelijk gewoon Dat een box, die gaat er zeg maar voor zorgen Dat ook de muren geïmplanteerd worden Terwijl het frame er alleen voor zorgt dat zeg maar alleen Zeg maar de lijnen ingevuld gaan worden Ik wil de rest namelijk zo meteen gewoon even handmatig gaan doen Dan kan ik ook gewoon handmatig wat glas erin gooien En zo, noem het allemaal op Even kijken, hij gaat nu ook weer de onderkant eruit halen En dan gaan we de rest van het huis nu handmatig opvullen. En kunnen we zo meteen zelf gaan kiezen waar we de ramen gaan plaatsen en hoe we precies zeg maar alles in gaan richten. Vandaar dat ik heb gekozen voor frame en niet voor een box. Dan gaat hij namelijk ook automatisch de muren erin zetten en zo. En dat wilde ik gewoon niet hebben. Oké, okay, de vloer is bijna klaar. En dan gaan wij nu gewoon bepalen hoe we het allemaal aan gaan pakken. Ik zit er namelijk aan te denken om het als volgt aan te gaan pakken. Ik wil hier zeg maar de ingang gaan maken. Of wil ik dat hier gaan maken? Ik denk dat het hier makkelijker is om de ingang te gaan maken. Dus dan gaan we hier zeg maar de ingang maken. Gewoon rond deze plek hier zo. Vervolgens gaan we denk ik gewoon deze kant gaan we laten bestaan uit ramen. Deze kant ook uit ramen. En dan gaan we vanuit hier gaan we gewoon die kant toe verder bouwen. En ik zit eraan te denken om zeg maar vanuit hier ook een keldertje te gaan maken. En vanuit die kelder kunnen we vervolgens onder water gaan bouwen. Maar dat moeten we gewoon gaan zien gedurende het seizoen. Wat ik voor nu ga doen is heel erg simpel. Ik ga namelijk allereerst ga ik hier wat glas implanteren. Hier wat glas maken. En vervolgens hier de rest allemaal dicht maken. Dat we een openingetje naar het buiten toe hebben. Hier ga ik de ingang maken. En het dak gaat natuurlijk ook gewoon opgezet worden. En dan kom ik zometeen bij die terug. En dan gaan we eindelijk verhuizen naar ons gloednieuwe mooie huisje. Door middel van buildcraft. En we zijn inmiddels enkele minuten verder. En het huis is voor nu helemaal afgerond. Ik heb namelijk aan deze kant het glas erin gegooid. En ik heb aan deze kant ook het glas erin gegooid. Of ik er helemaal tevreden over ben, ik weet het zo net nog niet. Waarschijnlijk gaat het huis nog wel een beetje aangepast worden gedurende het seizoen. Maar ja, voor nu. Het is wel redelijk goed om mee te beginnen. We hebben in elk geval gewoon een dak boven ons hoofd. Dat is het belangrijkste. Dan gaan we nu over naar een aantal wat kleinere projecten. Voordat deze episode begon, ben ik namelijk een beetje rond gaan kijken naar al mogelijkheden. En toen kwam ik al snel uit bij het volgende. Ik zal. Even gaan kijken wat er ook weer was. Hier zo, kijk maar. Je ziet hier namelijk op de map in de woestijn. Zie je een soort van village. Maar naast die village zit ook nog een soort van tempeltje. En als je in zo'n tempeltje komt, dan zal je al snel genoeg een Lucky Block gaan vinden. Dus daar zijn we dan aangekomen in de woestijn. En vanuit hier zie je de Lucky Block al staan. Jongens, hopelijk gaat er gewoon iets heel goeds er zitten. Ik ben heel erg benieuwd. Dan gaan we gewoon een gratis Lucky Block voor de episode van vandaag. Let's go. Er zit een setje met Iron Tools in. Nou, op zich, het kon slechter. Maar dat kan ook zeker weten wel beter. Met die tools kan ik zo meteen wel een aantal grappige dingen gaan doen. Tenminste, misschien heb ik dat genoemd om even gaan kijken. Maar voor de rest kunnen we natuurlijk ook nog gewoon de village gaan plunderen. Er zullen vast wel wat leuke dingen te vinden zijn. Volgens mij kun je hier al, ja, kijk, ik bedoel, ik kan een hobby. Een Steam Engine kun je hier vinden. Die gaan we natuurlijk gewoon meenemen. Komen we met mij mee. Rolling Machine kunnen we meenemen. Wat zit hier allemaal in? Een chess card. Nog verschillende soorten rails. Nou, op zich heb ik hier niet heel erg veel aan. Hier kom ik later denk ik wel gewoon terug. Ik neem alleen het cold ook mee. Dat kunnen we wel gebruiken voor energie opwekken. Is hier nog wat te vinden? Yo villagers, hoe gaat het jongens? Even kijken, wat kunnen we hier allemaal krijgen? Spectral dust. Dat is misschien allemaal voor later wel handig om allemaal mee te gaan nemen. Maar voor nu, hier een diamantje. Daar kunnen we waarschijnlijk in de episode van vandaag nog iets leuks mee gaan doen. Dat ga ik gewoon gelijk eventjes doen. We kunnen namelijk door middel van een diamond. Kunnen we het gelijk om gaan zetten naar diamond shards van Practilities. En die gaan we zo meteen nog eventjes gebruiken. En jongens, wat de fuck zijn we dan aan het doen? Zoveel herrie. Doe eens rustig, Jezus. Oké, okay. holy shit. Dit kunnen we ook wel meenemen. Hiermee kunnen we onze tinkers constant over gewoon gaan verhogen. Oftewel gewoon groter maken. Dat we er meer oors tegelijk kunnen gesmelten en dat soort dingen. Kunnen we ook gewoon gelijk allemaal meenemen. En we hebben daar in de verte ook nog een tempeltje zitten. Oké, okay, dan zijn we dan aangekomen in de tempel. Het is een klein beetje donker, inmiddels niet meer. Wat kunnen we hier gaan vinden? Een temple color van Hardcore Ender Expansion. Die kan ik op zich wel meenemen, kan ik nu niet heel veel mee, maar kan ik natuurlijk wel gewoon meenemen voor de leukheid. Gaan we eventjes kijken wat we allemaal kwijt kunnen. Dit hebben we niet nodig, dit hebben we niet nodig, dit hebben we niet nodig. En dan gaan we kijken of we nog een aantal andere leuke dingen kunnen gaan vinden. Sowieso neem ik denk ik van nu het al het armor gewoon mee, want ik heb helemaal geen armor, bedenkt me nu. Even kijken, een Monday Ring en een Flame Talisman van Talisman's Toe. Die ga ik zeker weten nog heel veel gebruiken dit seizoen, dat weet ik zeker. Een Infinity Orb van Ars Magica, van Botania nog een Black Lotus. Ik neem gewoon eventjes alle handige dingen neem ik mee, die kan ik weer aandoen. Oké, okay. jongens, we zijn hier weer klaar. Wat zal ik doen? Ik kan ook gewoon eventjes heel leuk gewoon gaan yolo en hier de boel laten ontploffen. Misschien ook wel een keertje leuk. Dus daar gaan we! Bam! Oké, okay. holy shit, oh ik word geraakt. Dat was dan weer net niet de bedoeling. Holy shit. Oké, okay, nou, ik heb hier hele heleboel een beetje opgeblazen. Zitten er nog leuke dingen hier die ik kan vinden die ik mee kan mine of zo? Uh, ja, dit misschien nog wel. Dit is op zich nog wel grappig. Oké, okay, jongens, we gaan terug naar huis toe keren. Het is namelijk nacht geworden. En in de nacht moet ik per se eventjes heel gauw twee endermen gaan killen. Door middel van twee enderpearls kunnen we namelijk nog eventjes een hele leuke final touch in deze episode geven. Ga ik eventjes doen, kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Be the back. Oké okay, jongens, ik zie hier in de verte, zie ik een enderman staan, tenminste het is wel een beetje een soort van geupgraded enderman, het is namelijk een enderman van de farlanders, en voordat ik die ga killen wil ik allereerst even alle om omheen willen killen, want het is best wel gevaarlijk volgens mij, ik weet niet hoeveel AP die heeft, oh hij wordt nu al boos, dus nu kan ik al niet meer terug, kom eens hier jongen, kom eens hier, waar ben je nou, kom hier. De val worden namelijk verschillende soorten worden toegevoegd. gevoegd. Maar die zijn wel heel erg gevaarlijk, dus daar moet je wel een klein beetje voor uit gaan kijken. Ze hebben allemaal verschillende effecten en zo. Kijk, deze maakt je bijvoorbeeld misselijk met nausea en zo. Dus kijk wel een beetje uit voor deze verraderlijke dingen. Oké, hij is ook wel dood en ik heb zijn staf gekregen. wauw, meen je dit? Oké, okay, ik heb hier weer een aantal nieuwe enemmen gevonden van de Farlanders, moet je maar kijken, allemaal nieuwe enemmen. Deze heeft zo'n zakje op zijn rug, die hebben weer allemaal zo'n wand, en dat is wel een normale animen volgens mij, die wil ik eventjes gaan killen. Hopelijk wordt de rest dan niet boos. Uh, gebeurt dat, gebeurt dat? Nee, dat gebeurt gelukkig niet, anders was ik echt gewoon zwaar de lul. Pay, K achievement get, even kijken, wat is er nog gebleven? Auw, holy shit, nee, nee, rustig jongens, rustig. Oké, okay, dat was een heel erg slecht idee. Nou, dan gaan we die enderpearls maar gewoon opschuiven naar de volgende episode. Ik dacht van, ik ga gewoon eventjes een poging wagen. Maar we zijn natuurlijk niet gewoon helemaal zonder enige loot uit de strijd gekomen. We hebben namelijk deze mystic wand beter te bemachtigen. En deze mystic wand kun je gebruiken op zowel smoothstone als op netherrack, geloof ik. Al is het eventjes deze zombie een kopje kruinen maken. Kunnen we het weer, jongen? Hop, die is dood. En dan gaan we nu onze mystic wand erbij pakken, die we dus van die enderman hebben gekregen. Je richt hem op een smoothstone, rechtermuisknop en nu heb je gewoon een iron ore. Hop, oké. Okay. Kooloor Kan ik hiermee maken. Weer een coal Nu is hij kapot. Dus eigenlijk komt het er gewoon een beetje op neer. Dat je met die band. Kun je gewoon drie smoothstone. Kun je omtoveren naar een random oor. Ik weet eerlijk gezegd niet of het ook omveranderd kan worden naar diamond. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ook al is die, klas, die kans. juist ja, ik Quinten nou is het Nederlands weer. Die kans is heel erg klein lijkt mij. Maar in elk geval weer wat kool. Dat is mooi meegenomen. Want we hebben echt heel weinig kool. Dus het enige wat ons nu nog rest is het openen van maar liefst drie lucky blocks. Want jongens, per 80 likes gaan we dus een lucky block openen in dit seizoen. En we zitten op dit moment al boven de 250 likes. Als we dat volhouden, jongens, het hele seizoen. ...dan ben ik jullie echt eeuwig dankbaar. Daar ben ik jullie trouwens al. Enorm bedankt voor alle support, voor alle likes, voor alle comments. Als je een idee hebt, post het altijd in de comments. Gewoon wil je bijvoorbeeld dat ik weer verder ga met Craft, met Ars Magica. Noem het allemaal op. Jullie mogen gewoon kiezen wat ik ga doen. Ik lees alle comments en zo. Dus dan kan ik gewoon een beetje kijken hoe ik de episodes in ga vullen. Maar voor nu gaan we niet langer lullen. Dan gaan we gewoon openen die handen. What the fuck is dit? Een sponge? Ja, what the fuck? Spongebob, ga weg. Volgende. Nee, 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 jongens. Nee. diamond pickaxe ik safe. Oh, die heb ik gesaved. No, waarom heb ik dit nou weer? Are you kidding me, jongens? Mee je dit nou? Oh, wacht, één voordeel trouwens. Eén klein voordeel. Er gaat namelijk wel een graf spawnen dus ik kan mijn graf wel gewoon terugkrijgen, mijn spullen. Maar fuck, waarom kan ik er niet doorheen? Ik snap het niet. Oh, nou, dankjewel, man, deur. <laughs> What the fuck Oké, okay, jongens. Gelukkig heb ik mijn Diamond Pickaxe weten te geven. Want met die Diamond Pickaxe kan ik er redelijk makkelijk bij komen. Waarschijnlijk is er namelijk nu een graf gespand in de hele zooi hier. Zo is er zelfs buiten gespand. Nog beter. Mooi, gaan we het oppakken. We hebben we elk van ons Lucky Block terug? Ik kom maar hier. Lucky blocks is weer ready. Gaan we over naar de derde Lucky Block van vandaag. Let's go. En dan zet je met Woede Tools. Mm, juist, ja, jongens. Oké. Okay. Maar hiermee zijn we dus helaas bij het einde gekomen van deze episode. Heb je dus ideeën voor deze serie? Post het lekker in de comments. Ik lees namelijk echt gewoon elke comment die je plaatst. En kan ik er toe gaan passen en zo. Ik ben ook altijd bereikbaar op Twitter. Mijn Twitter staat in alle tijden in de beschrijving. En echt van, je kunt me vragen sturen op Twitter. Dan antwoord ik eigenlijk altijd wel. Dus heb je een vraag, post in de comments. Post het op Twitter. En ik antwoord gewoon altijd. Heb je ervan genoten? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Dat motiveert me namelijk enorm. Per 80 likes met een Lucky Block. En jongens, zoveel mogelijk Lucky Blocks in seizoen. Dat zou gewoon echt super awesome zijn. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer jongens. Bij meer Mechanical Titan Pack. Met mij natuurlijk weer. Peace, jongens.